Koninklijke start voor het landelijk verkeersexamen vandaag in het Brabantse Rosmalen. 200.000 kinderen in heel Nederland doen de komende dagen en weken aan het examen mee. Prinses Maxima deelde vandaag al de eerste diploma's uit. Prinses Maxima op de fiets, hoe vind je zoiets? Meestal gaat de prinses per koninklijke auto het land in, maar vandaag maakte ze een uitzondering voor het verkeersexamen van groep 7. Een spannende dag was het voor de kinderen hier. De prinses kwam niet alleen om te kijken. Met een paar kinderen kwam ze ook praten. En daar wilden een hoop journalisten, cameraploegen en fotografen bij zijn. We gaan eigenlijk een kringgesprek voeren met prinses Maxima over verkeer. Wat is nou spannender, het verkeersexamen of dit? Dit. Waarom? Ja, omdat ze met Maxima praten, dat is heel spannend. Hoe zit het met jou, zijn? Nou, valt het wel weer mee. Waren ze erger dan? Ja. Wanneer waren ze op z'n ergst? Vanochtend. Ja, wat dan? Nou, toen was ik een beetje misselijk. Maar gelukkig zorgt de prinses ervoor dat de zenuwen snel weg zijn. Er wordt gezellig gekletst over school, over het verkeer en over gevaar. Want elk jaar raken 350 lopende of fietsende kinderen gewond bij een verkeersongeluk. 15 van hen overleven dat niet. Door het verkeersexamen wordt het voor kinderen veiliger op de weg. En dat vindt ook de prinses heel erg belangrijk. Nou mochten wij de prinses binnen helaas geen vragen stellen, maar de kinderen wel, want wat heb jij gevraagd? Of ze vroeger een fietsexamen heeft gehad. En? Nee, heeft ze niet gehad. Okay. En Quinten die vroeg nog of dat de kleine prinsesje zou kunnen fietsen. Nou, de oudste twee wel, maar de jongste, Ariane, die fietst nog met zijwieltjes. De komende weken doen kinderen in heel Nederland het verkeersexamen. Deze kinderen in Rosmalen hebben hun theorie al gehaald en kregen alvast hun diploma. Van de prinses natuurlijk. Justin. Gefeliciteerd, Justin. Fantastisch. Leuk, helemaal als ik van Maxima krijg. Het is vooral leuk, ik moet een handje geven en ik heb mijn diploma. Alleen een beetje snel, dat vond ik wel jammer. Ja, want na de officiële startbel moest de prinses meteen weer weg. Toch maar wel met de koninklijke auto.